Wow. Heel dicht bij China, maar we gaan er nog niet heen. We willen eerst Kyrgyzstan nog zien. Wij zijn eindelijk op weg naar beneden. Naar Murgab in Tajikistan. Wij zijn bijna aan het einde van de vallei en het einde van deze vallei betekent ook dat we terug zijn in de beschaving. De M41. Asfalt. Mijn god. Wat is dit? Wij rijden Murgab binnen. We hebben een nacht doorgebracht in Murgab. Hier staat gewoon hotel. Ik moet een beetje rustig aan doen. De originele Kyrgyzische hoed mag ik van deze meneer lenen. Ja, het is zover. Het sneeuwt weer, dus ik heb dood op mijn hoofd. Wij zijn aangekomen bij waar we willen slapen vanavond. Dat is een gebouwtje daar verderop. Op de achtergrond hoor je de mensen die hier wonen. Daniel ligt dichtbij aan deze kant. En China ligt naast mij. Maar dat gaat nog wel even duren. Ik wil eerst Kyrgyzije door, een stukje Kazachstan, dan sta ik bij de grens met China. Wij naderen het begin van het steile gedeelte van de Akbaytal-pas. Daniel en ik hadden uit Murgab nog een biertje bij ons. Ze hebben een fotootje gemaakt bij het bord met een biertje. Als je toch alles gezien hebt, waarom niet zuipen? Laten we deze bitch te grazen nemen. Ik leef nog, mam. We zijn er. En er zijn nog twee andere fietsers die, denk ik, vanaf de andere kant komen. Is het vermoeden? Hi. Bas. Hi. Bas. Martin. Nice to meet you. And you, man. Yes. Het is stervens koud. Zonder twijfel is dit de koudste afdaling tot nog toe. Ik heb heel veel laagjes op. Ik ben alleen in een homestay. Daniel die is doorgefietst. Ik voel me niet top en ik trok het echt niet meer. Nou, doei. Goedemorgen. Het is vroeg en ik werd wakker met dit. Er ligt 5 centimeter sneeuw. Ik denk dat ik gewoon moet gaan fietsen. Oh, en ik maak me ietsje zorgen om Daniel. Ik moet vandaag ongeveer 100 kilometer fietsen hierdoor om bij de volgende guesthouse aan te komen. Daarmee ga ik ook de grens over van Kyrgyzije met Tajikistan. Dat zie je wel. Het is een beetje stomme sneeuw. Ik hou van bergen en sneeuw, de combinatie vooral. Yes, bring it on! Wow. Dit is werkelijk hemel. Kijk nou, ik ga dit moment niet. Ik kan hier aan blijven kijken, het is dat ik vandaag kilometers moet maken. Het is echt te veel. Het is te veel. Ik kan het moeilijk bevatten.
Oh, wow. Tranen van geluk, dat niet. Daar ligt het niet aan. Wow. Daar is Daniel. Hij heeft nog niet door dat ik hier sta. Hi. Have you been cold? We hebben een kleine turn of events. Mark en Everhart, die zijn bij ons aankomen schuiven. We naderen de tweede pas. Oh yes, the beard. I like it a lot. Hello. Nice to see you. Hey ho, let's go. Het is magisch. Na een uur in No Man's Land zien we hier dan eindelijk de Kirgizische grenspost. Nieuw land, Kirgizië. Dat is lang geleden. Kirgizië. We did it! Het is een goed begin. Stoer zou ik moeten doen, ik heb geen zin in. Kirgizië. Ik ben op de top van de allerlaatste pas van de Pamir Highway, de Taldikpas. Deze downhill naar Osh is waar wij in hoogte wekenlang voor gespaard hebben. Yes! De slechte wegen zijn voorlopig voorbij. De stad in waar we al een poosje van dromen. Osh. Ik voel me nog steeds niet helemaal top, dus de rust hier in Osh, die heb ik heel hard nodig. Het wordt wat drukker op de weg. Made it to Osh and there's familiar faces all around. The cycling club is still there. Yeah. How are you guys? cycling. Thank you for sharing. Ongeveer een dag lopen voordat ik de plek bereik. En dan ligt daar op ongeveer 3,5 kilometer hoogte ligt daar een meer. En André die raadde mij eigenlijk af om dit alleen te doen. Maar het gekke is dat ik het alleen zijn nu even nodig heb op een manier. China staat wel op de hoek, om de hoek. Het is echt nog een week fietsen of zo. Zin in. Het is ochtend 2, op weg naar het meer ben ik nu. A la cool, meer. Ik ben er. Ik ben aan het landen. Misschien is dit wel het zwaarste wat ik tot nog toe heb gedaan. Hier slaat helemaal om. En ik moet nog naar beneden. Het wordt steeds donkerder. Inmiddels aan de andere kant van de pas. You guys are German, are you? Yeah. I met two Germans. Twee Duitsers die ook hier naar beneden moeten.
styling van de fiets. Het is gewoon heel stijl met heel veel snoepjes. Ik ben terug in het hostel in Caracol. Na de hike. Conclusie is dat ik beneden kwam, helemaal nat. Toen ben verbleven in een guesthouse en vandaag de rest naar beneden ben gelopen. Door de regen. Ik heb echt gecheckt, 3 dagen zou het mooi weer zijn. Het mooie weer is nooit gekomen. Nog een week en dan sta ik in China, denk ik. Ik ga weg bij het Riverside Guesthouse na een week. En nu ga ik op weg naar Kazachstan en de grens met China. Dit is zo'n beetje het laatste dorpje van Kirgizië voordat ik Kazachstan inga. Met een spectaculaire weg. Spectaculair weer, het hagelt. Het is niet makkelijk Kirgizië uit te komen. Ik denk dat ik op misschien 25 max van de grens sta straks. Dit landschap is, het is kaal, het waait hier snoeihard en het is hier fucking koud. Wat een crazy house. Wat een gek huis. Ik sta aan de bovenkant van de pas. Dat betekent dat ik iets kan zakken. Maar kijk wel, een vallei in die al compleet besneeuwd is. Het gaat er nu om dat ik een plek zoek met wat beschutting. Waar ik kan kamperen. Dat lijkt me ideaal vanavond. Heerlijk even een tentje opzetten. Ik heb een verlaten stal gevonden. Het ruikt naar stront, er ligt alleen maar stront. Jezus, wat een dag. Dit had ik niet meer verwacht. Ik moet warm worden. Even bewegen. Ik vermoed wel dat deze nacht mijn koudste nacht tot nog toe gaat worden. Ik moet deze nacht overleven. Ik ga vandaag voor het eerst in China Ni hao zeggen tegen een Chinees. Dat vind ik leuk. En het is dag 2 en wij zijn al een beetje in shock.